Mercurius, vernoemd naar de Romeinse god van de snelheid. De kleinste planeet van ons zonnestelsel staat vlak bij de zon. Overdag kan het aan meer dan 400 graden Celsius worden. En gedurende de nacht koelt het af tot een frisse 170 onder nul. Wanneer sterrenkundigen praten over planeten, wordt Mercurius al snel overgeslagen, alsof er niets bijzonders te vertellen valt. En dat is volledig ten onrechte. In het Engels heet Mercurius Mercury. In het Nederlands betekent dat kwik, het spul dat we in de thermometer stoppen. En kwik in het Engels betekent vlug. Dat is overigens niet de reden dat Mercurius vernoemd is naar de god van de snelheid. De planeet beweegt zich namelijk met grote vaart door onze hemel heen, sneller dan alle andere planeten. Maar er valt meer te vertellen over deze mini-planeet. Als je deze feestdagen toevallig op Mercurius bent, heb je geluk. Je kunt dan getuige zijn van een van de meest uitzonderlijke schouwspellen in ons zonnestelsel. De zon komt op, gaat weer onder, komt op en gaat weer onder in één enkele dag. Het is ochtend op de binnenste planeet van ons zonnestelsel. Een Mercuriaanse haan kraait precies op het moment dat de wekker afgaat. De zon kruipt langzaam vanuit haar nest naar boven om het oppervlakte van de kleine planeet te verlichten. Maar al snel bedenkt zij dat het maandag is, drukt op snooze en kruipt weer warm terug haar bedje in. Even later doet ze plichtsgetrouw een nieuwe poging en is ditmaal succesvol. De nachtelijke kou van min 173 graden Celsius maakt plaats voor een aangename 430 graden. De zon komt op, gaat weer onder, komt weer op en gaat uiteindelijk weer onder. In één dag? Hoe kan dat? Dit heeft alles te maken met hoe planeten om de zon heen draaien. Dit is ons zonnestelsel. De lijnen geven aan hoe de planeten om de zon heen draaien. Je kunt de planeten zelf niet zien, omdat ze op deze schaal veel te klein zijn. Dus laten we de planeten groter maken. Kijk, nu zien we hoe de planeten om de zon heen draaien. De aarde doet er precies een jaar over om één rondje af te leggen. Dat is geen toeval. De beweging van de aarde rond de zon levert ons de vier seizoenen: lente, zomer, herfst en winter. En wanneer we de vier seizoenen gehad hebben, is er één jaar verstreken. Precies de tijd die de aarde erover doet om één rondje rond de zon af te leggen. Andere planeten doen er langer of juist korter over om rond de zon te draaien. Daar verstrijken de seizoenen dus langzamer of juist sneller dan de seizoenen op aarde. Planeten draaien ook om de eigen as heen. Daardoor zien we de zon opkomen en ondergaan. We zien dat de zon een deel van de aarde verlicht. Daar is het dag.
terwijl het andere deel donker blijft, daar is het nacht. De aarde draait rond, waardoor het donkere deel uiteindelijk ook verlicht wordt. Op aarde ervaar je dat alsof de zon opkomt. De tijd waarin de zon opkomt, weer ondergaat en weer opkomt, noemen we een dag. En dat is 24 uur. Dat is ongeveer de tijd dat de aarde één keer om haar as heen draait. Maar niet precies, omdat de aarde ook om de zon heen draait. Stel je voor dat de aarde niet om haar eigen as zou draaien. In dit hypothetische geval gaat de zon toch één keer per jaar op en onder. Een dag is dan gelijk aan een jaar. Opvallend is dat in dit geval de zon in het westen zou opkomen en in het oosten zou ondergaan. De sterrenhemel zou altijd hetzelfde zijn, want de aarde draait immers niet om haar eigen as en dus zien we de sterren niet bewegen. Maar dat geldt niet voor de zon. De aarde draait immers rond de zon en dus zien we de zon alsnog door de hemel bewegen, maar in de tegengestelde richting. Dus, als de aarde in een jaar tijd maar één keer om haar as zou draaien, dan zou de zon helemaal nooit opkomen of ondergaan. Het is altijd dezelfde kant van de aarde die dan naar de zon toe wijst. Dit is belangrijk om te begrijpen hoe dagen en jaren op Mercurius werken. Want Mercurius doet er maar liefst 58 aardse dagen over om rond haar eigen as te draaien. De omlooptijd rond de zon is 88 aardse dagen. Wederom, omdat de planeet in deze draairichting rond haar eigen as draait, beweegt de zon en de hemel van het oosten naar het westen. Maar omdat de planeet ook in diezelfde draairichting rond de zon draait, beweegt de zon en de hemel juist van het westen naar het oosten. Afhankelijk van de snelheid waarmee een planeet om de eigen as heen draait en de snelheid waarmee het om de zon beweegt, beweegt de zon aan de hemel van oost naar west of juist van west naar oost. Maar dat verklaart niet waarom de zon aan de Mercuriaanse hemel ineens van richting verandert. Johannes Kepler was een Duitse sterrenkundige en een genie. Hij was gefascineerd door de bewegingen van de planeten aan de hemel. Aan het begin van de 17e eeuw kwam hij met 3 wiskundige wetten die de banen van de planeten vrijwel exact beschrijven. Die wetten stellen dat planeten in een elliptische baan rond de zon draaien. De snelheid waarmee ze bewegen hangt af van waar de planeet zich in die ellipsvorm bevindt. Dit is de elliptische baan van een planeet rond de zon. We zien hier 3 gebieden waarvan de afstand allemaal dezelfde tijdsduur hebben. Zeg een dag. Dus dit is een dag, dit is een dag en dat is een dag. De tweede wet van Kepler vertelt ons wat de afstand is die de planeet in zo'n dag aflegt. Die wet stelt namelijk dat deze oppervlakten in alle gevallen gelijk zijn. Dat wil zeggen dat als de planeet vlak bij de zon staat, dan is deze hoek veel groter dan wanneer de planeet ver van de zon afstaat. Dus, als we even aannemen dat de planeet niet om haar eigen as heen draait, dan zien we vanuit de planeet in dit geval dat de zon veel sneller door de hemel beweegt dan wanneer de planeet ver van de zon afstaat. De baan van planeten rond de zon lijken wel op cirkelbanen, maar ze zijn wel degelijk
een klein beetje uitgerekt, oftewel elliptisch. En nu hebben we alle ingrediënten om te begrijpen waarom de zon op Mercurius 2 keer op een dag opkomt. Links zien we opnieuw hoe de zon op Mercurius opkomt. En rechts zien we hoe Mercurius tegelijkertijd rond de zon draait. Doordat Mercurius om haar eigen as draait, beweegt de zon van oost naar west. Maar dit gaat langzaam omdat Mercurius heel langzaam om haar eigen as heen draait. Naarmate Mercurius dichter bij de zon komt, beweegt de planeet sneller. Dat is de tweede wet van Kepler. De snelheid waarmee zij om haar eigen as draait blijft hetzelfde. Het resultaat is dat terwijl Mercurius steeds dichter bij de zon komt, de zon steeds langzamer aan de hemel beweegt en uiteindelijk zelfs even de andere kant op beweegt. Dan beweegt Mercurius weer van de zon af, de planeet beweegt daardoor steeds langzamer en we zien de zon weer van het oosten naar het westen bewegen. Voor niets komt de zon op. En op Mercurius krijg je 2 zonsopkomsten voor de prijs van 1. Dus de volgende keer dat je naar de hemel kijkt en vlak na zonsondergang een klein stipje ziet die de zon achterna spoedt, bedenk dan dat deze snelle reiziger meer te bieden heeft dan dat je met het blote oog zou vermoeden. Wil je dit YouTube-kanaal graag steunen? Like, subscribe en deel deze video. Je kunt ook dit super spannende kinderboek kopen voor kinderen van 7 tot 11 jaar via de website lichtstad.space of het sterrenkundeboek Telescopen en Tijdmachines via roysmits.nl.